De Biesbosch wordt overspoeld door tamme bijenvolken en dat vinden ze niet leuk bij Staatsbosbeheer. Het speelt al een aantal jaren dat imkers zeer geïnteresseerd zijn in de Biesbosch. Uiteraard vanwege het voorkomen van de reuzenbalsemien. Een grote plant met roze bloemen. Hij bloeit soms wel tot half oktober. Dus het is voor een imker natuurlijk een enorm groot voordeel dat je daar je bijen op kunt laten vliegen. Zijn dat dan illegale kasten? Nou, het zijn geen illegale kasten, want voor alle duidelijkheid, wij verhuren nog steeds kasten aan imkers. Maar nieuwe kasten worden niet meer aan imkers vergeven. Dus op dit moment houden we even stap op de plaats. Het stikt ervan van die bloemen hier in de Biesbosch. En dan zou ik denken stuifmeel voor iedereen. Ja, maar Staatsbosbeheer trekt zich ook het lot aan van in dit geval de solitaire honingbij. Dus niet in volkeren vliegen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Roodrand Zandbij en de Knautia bij. Wilde bijen. Wilde bijen, dat klopt. En daar hebben tal van onderzoekers hebben aangegeven dat dat toch een punt van zorg is. Dus ja, wij voeren op dit moment een terughoudend beleid. Omdat Staatsbosbeheer paal en perk stelt aan het aantal volken in de Biesbosch, hebben imkers iets nieuws bedacht. Ze zetten nu hun kasten aan de randen van de Biesbosch. Ja, daar heeft Staatsbosbeheer natuurlijk geen enkele grip op. Daar doe je helemaal niks aan. En wat betekent dat voor de Biesbosch en voor de wilde bij in de toekomst? Nou ja, we weten niet precies hoe dat zit tussen die verhouding van die ingebrachte bijenvolken en die oorspronkelijk hier voorkomende wilde bijen. Dus ja, zolang je dat eigenlijk niet weet, moet je niet ongelimiteerd allemaal kasten gaan binnenhalen. Dus dat is op dit moment het standpunt van Staatsbosbeheer. Voorlopig geen nieuwe plekken meer uitgeven en de huidige kasten handhaven.